Vloem. Ja. PC-gaming dus. Ja, mocht je in de tussentijd nog vragen hebben, dat kan. Stuur even naar @powerlimited op Twitter. Dan behandelen wij je vraag. PC-gaming, jongens. Weet je, ik heb 2 weken geleden heb ik een soort van knop in mijn hoofd omgezet. Ja. Waarbij ik in één keer denk van, ik wil een nieuwe game PC. Ja, en dan moet je het ook hebben. Ik ken dat. Het is echt heel irritant. Ja. Want dat kost je €1000. Dat gaat geld kosten, ja. Ja. Nee, maar ik zat er een beetje over na te denken. Eigenlijk, ik merk dat heel erg veel om me heen. Jij had het laatst ook al over. Ja. We zijn een beetje klaar met die huidige console-generatie, hè? Ja. Ja, het kan veel beter allemaal. Het kan veel mooier, het kan veel sneller. Maar het kan ook makkelijker. En daarvoor moet je niet bij een PC zijn natuurlijk. Dat is waar, maar het wordt wel steeds makkelijker. Ik vind het wel meevallijker als je kijkt naar een Steam met installatie. Ja, wat je wel hebt, als je een beetje op de grens zit met elkaar instellingen. Weet je, dat je de ene game net wel, de andere game net niet hebt. Dan lijkt het me heel vervelend. Maar ik zit nog net daarboven. Of ik zit daar in ieder geval boven. Dus ik heb daar gewoon geen last van. Ik kan nog steeds aanzetten, alles op max. Nee. En klannen met die banaan. Het ligt natuurlijk ook aan welke games je wil spelen. Ik zit ook nog steeds op de max. Ik heb een PC van 2009. En ik heb nog nooit een game ontmoet die mijn PC niet aan kan. De Witcher. Game ontmoet. Nee, de Witcher kan die... Nee, inderdaad. Die kan die net niet op hard. Oh, dat scheelt niks. Maar dat zijn gewoon de valkuilen. Ja, inderdaad. The Witcher 2 kan die net niet maar op. Maar wat maakt het ook uit, weet je? Dan ziet het er nog 100 keer beter uit. Inderdaad, ziet er nog steeds fantastisch uit. Volgens mij hebben we wat vergelijkingsmateriaal. Ja, het is natuurlijk heel erg... Wat is dit? Dit is duidelijk een geval van... Random dude in een random gang. Oh ja. Nou, wacht even, dit is... Oké, dat is PC die er nu bij komt. Is het Call of Duty? Nee, dit is Crysis. Crysis? Ja. Yeah. Okay. Toch? Crysis 3, regie? Ja. Dus rechts beeld wat erin komt schuiven, dat is PC. En links is console. Ja, dat is toch wel een verschil dan? Het is zeker een groot verschil. En natuurlijk, het is heel makkelijk, weet je, om dat te vergelijken. Kijk, ja, ik moet die tekstjes zien, hoor. Dat is echt... Ja, maar ik vind het altijd een beetje moeilijk en moeilijk verhaal. Voor mij, ik heb uiteindelijk een game PC gekocht, omdat ik StarCraft wilde spelen. Er zijn ook heel veel mensen die spelen League of Legends, Dota, die free-to-play games. Kijk, als ik kijk naar toen ik jong was, ik speelde op de PC van mijn ouders, dan was het Tactical Ops. In jouw geval was het volgens mij Counter-Strike. Het zijn toch die free-to-play-achtige games. En dat heb je gewoon niet op de console. En op dit moment ben ik ook heel erg aan het genieten van dat soort games. Ik ben nu laatst heb ik World of Warplanes gespeeld. Vond ik ook hartstikke grappig. Ja. Weet je, het is ook een soort van, je betaalt al veel geld voor die PC, maar het is vervolgens wel goedkoper om je heel erg lang en leuk te amuseren. Zonder dat je illegaal downloadt. Nee, precies. En er zijn al veel problemen die bij komen kijken. Ik heb bijvoorbeeld het probleem dat ik nodig mijn harde schijf moet formateren. Maar dat is echt een klus, vind ik gewoon super irritant. Ten eerste wil ik dan een nieuw besturingssysteem. Ik heb mijn... Welk besturingssysteem heb je op dit moment? XP64. Ja, oké, dat moet duidelijk. Dat is nog uit de tijd van Napoleon. Ja, inderdaad. Maar het is wel 64, dus hij kan in principe, maakt volledig gebruik van het geheugen dat ik heb. Dat vond ik het belangrijkste destijds, weet je. En destijds was het of XP64 of Vita, en iedereen weet dat Vista. Vista, ja, sorry. Vista waardeloos is. Dus ja, dat was echt smerig. Dus maar ja, het is wel... Natuurlijk, je krijgt er wel wat meer problemen bij. Maar ik denk wel dat voor de komende 4 jaar sowieso... dat PC gewoon echt super king of the hill is en blijft. En ook als je nieuwe consoles hebt. Nou, maar dat is dus het hele punt. Ik had het er... zondag had ik het er met iemand over... Over de game PC. En dan zei van, ja, waarom nu een game PC? De PlayStation 4 die komt eind dit jaar. Ja, maar het is natuurlijk niet kopen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als de PlayStation 4 straks komt, dan halen ze no way het potentieel eruit wat er eigenlijk in zit. De eerste generatie nog niet. Nee. Als je kijkt, je hebt wel de exclusives die uitkomen voor een PlayStation. Kijk, als er een Uncharted 4 komt, die ga je niet op je PC kunnen spelen. Nee. Maar ik denk, ik claim ook niet dat ik alleen maar PC ga gamen. Want dat is gewoon niet realistisch. Maar ik weet niet wie dat tegen je gezegd heeft, maar in dat licht heeft hij wel gelijk. Weet je, dit is eigenlijk echt wel de slechtste tijd om een nieuwe PC te kopen. Nou ja, ik vind het niet. Ik vind dat, ik ben nu gewoon toe aan
aan, aan gamen op mijn PC. Ik wil gewoon shooters eigenlijk met een muis spelen. Dat werkt veel beter dan op een... Maar dan koop je hem ergens anders voor. Dan koop je het niet voor de graphics, maar dan koop je voor het voor dat je een muistoetsenbord wil. Ja, maar ook voor de graphics, weet je. En ik denk niet dat de PlayStation 4 in het begin, de eerste generatie, echt zoveel mooier uitziet dan de laatste generatie PlayStation 3 games. Zeker niet. Nou ja, het is wel wat de developers zeggen. Het is stukken makkelijker in ieder geval om voor de PlayStation 4 te ontwikkelen dan voor de PlayStation 3 destijds. Waardoor je ook al veel sneller een hogere kwaliteit haalt, wat je ook zag op de Xbox 360. Ja. Vanwege dat die X&A tools, je programmeert voor een Xbox in principe hetzelfde als voor een PC. En we hebben het nu nog steeds over alleen de PlayStation 4, maar die Xbox komt er natuurlijk ook aan. Ja. Ja, dat duurt alleen nog even voordat we dat weten. Ja. Maar nu komt het volgende probleem. Ik wil een PC bouwen. Ja. Of ik wil hem kopen. Maar bouwen, ik heb er even wat ingelezen. Op het moment dat je echt een kant-en-klare PC koopt, dan ben je zo echt al 15% meer geld kwijt dan dat je hem zelf in elkaar zet. De laatste keer dat ik een PC in elkaar zelf heb gezet, dat is nog een tijdje geleden. Het is eigenlijk heel simpel eigenlijk. Maar het is heel simpel inderdaad. Ja. Het is gewoon een moederbordje. Daarna de software, het gedoe dat erna komt, dat vond ik altijd lastig. Ja. Je moet het zelf wel allemaal gaan installeren. Ik heb destijds een PC toen gekocht van rond 1100 euro. Toen heb ik al die onderdelen uitgezocht, gekeken hoeveel dat kost. Hoeveel dat kost om het zelf aan elkaar te zetten. Ja. Ik ben toen uiteindelijk bij GamePC.nl uitgekomen. Uiteindelijk hebben we daar ook die redactie PC gekocht. Maar daar kwam ik erachter, het scheelde wel 100 euro of 150 euro om dat ding gewoon lekker thuis te laten bezorgen en niks te laten doen. Ja, ik heb gewoon... Ik kan 150 euro besparen of ik kan een hele hoop gezeik besparen en ik ben tegenwoordig dat ik betaal voor kwaliteit. Ja, dat dilemma ik heb ik gewoon nog geen gezeik gehad een jaar lang. Ik heb destijds een van deze knakjes hier, we hebben hier allemaal van die interessante PC-blaadjes. Ik heb een van die gasten ingeschakeld van, hey, wat is de vetste shit? Je hebt een lijstje gemaakt, ik heb dat opgestuurd naar AZ, die zijn dat naar mij opgestuurd en ik heb mijn PC in elkaar gezet. Alleen toen kwam er wel wat gezeik na, geheugenmodules die het niet deden, weet je, crashes, onverklaarbare en crashes. En bovendien moet je zorgen dat alle drivers worden geïnstalleerd. Dat gebeurt heel veel automatisch trouwens. Dat is mij die 100 euro echt meer dan waard, gewoon niet dat gezeik hebben. Ik heb nog een keer mijn PC in de bus en trein hier naartoe moeten slepen naar die knakker. Van hey, kijk, hier is het, hij crasht, wat is er aan de hand, weet je? Ja. Maar die is in ieder geval op in de community. Ja, ik heb het topic gezien. Oh my god, What the Fuck Barbecue, die heeft een topic geopend. Het What to Buy Guide, Game PC. En er zaten wel een aantal leuke tips tussen. Ja. Maar ik zit nu nog te twijfelen tussen hem zelf te maken of op te laten sturen. Maar mocht ik hem zelf gaan in elkaar gaan zetten, dan doen we dat hier wel gewoon op de redactie en dan filmen we het. Ja, dat lijkt me een goed idee. Een soort van unboxing, zeg maar, omgekeerd of zo. Ik ben niet... Inboxing. Ik ben zo'n dude die het niet boeit. Weet je, er zijn altijd zo, ja, een game PC moet je zelf in elkaar zetten. I don't give a shit. Gewoon lekker simpel, geen gezeik. Daar ben ik van. Ik betaal er gewoon liever voor. Ja, dat snap ik ook wel. Dat staat ook heel veel voor te zeggen. Maar ik weet ook niet waarom ik hem toen zelf heb binnengezet. Zo'n romantiek, maar... Ja. En dat kwam ook omdat die gast had me dat aangeraden. Dus ik heb echt blind een of andere PC-expert opgevolgd in dat gebied. En het ging op zich prima, behalve dan dat die geheugenmodules fucked up waren. Ja. En er zat nog een koeling. Eigenlijk ging het helemaal niet prima. Eigenlijk ging het fucking kut. Het duurde drie weken voordat ik mijn PC deed. Dat vergeet je dan weer, hè? Ja, dat vergeet je dan. Als je een huilbaby hebt, dan ben je ook na 5 jaar wel weer. Dus ik kom binnen een dag gamen. Hij heeft ongeveer een maand afgedaan voordat hij aan de slag komt. Goed. Ja. Nou, daarmee besluiten we Puur Live van dinsdag 19 maart. Morgen is er geen Puur Live. Tuurlijk niet, want dan is jouw post. Voor nu, hebben we nog wat te melden? Hebben we nog iets van een vraag? Nee? De vraag is, staat Persona 4 Golden Review in de volgende Pu? Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah, dat is het antwoord. We zijn er donderdag weer met Puur Live en morgen even jouw post kijken en voor nu een fijne dag verder en zo. Doei!